Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Martine Berends. Martine is werkgeluk-expert bij haar eigen bedrijf Simply Happy at Work. Zij komt uit de juridische wereld en is op een gegeven moment zich helemaal gaan toeleggen op het vergroten van werkgeluk. Ze begeleidt en coacht allerlei bedrijven om tot een mooie duurzame bedrijfscultuur te komen. We gaan het hebben over wat werkgeluk is. Ze behandelt onder andere de driehoek van werkgeluk. Wat zijn bijvoorbeeld allerlei ingrediënten die van belang zijn om je werkgeluk te vergroten? En we kijken ook eens even hoe het zit met werkgeluk in deze tijden dat iedereen meer thuis zit te werken. Kortom, allerlei leuke informatie om van je werk nog een groter plezier te maken. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hier is Martine Berends. Ha Martine. Hallo Bouke. Goedemorgen. Dank je wel. Wat ben ik blij dat jij naar Oosthout bent gekomen. Ik vind het ook heel leuk. Ja. Was er nog nooit geweest. Nou, en dan vind je het in Oosthout. Ja, mooi. Het wordt een beetje verbouwd. Net als heel Nederland, volgens mij. Ja, het is hier een grote bouwput. Maar het wordt heel mooi. Dat kan ik zien. Martine Berends. Wat ik ontzettend heb gewaardeerd is dat jij even geleden mij een berichtje stuurde van... Zou je het leuk vinden als we eens kunnen praten? Ja. Nou, toen was ik een dik jaar met mijn podcast bezig. En hoe leuk is het dan als je ook eens spontaan mensen krijgt die je benaderen? Dus daar was ik heel erg blij mee. Toen ben ik gaan kijken wat je allemaal voor leuke dingen aan het doen was. En jij bent vooral, ja, ik noem je even werkgeluk-expert. Yes. Want je bedrijf heet Simply Happy at Work. Helemaal goed. En je bent helemaal bezig in mensen gelukkig maken in hun werk. Mensen op de werkvloer en te helpen. Maar zou jij ons eens, de luisteraar, iets over jezelf willen vertellen... wat je graag kwijt wil? Ja, dankjewel. Ja, ik ben inderdaad werkgeluk-expert. Ik ben daarvoor, net als jij, in het juridische ook lang werkzaam geweest. En een paar jaar geleden dacht ik van ja, nee, ik vind het werk niet meer leuk. Of ik vind het vrij negatief. Ik ben eigenlijk al heel veel bezig met problemen zoeken en problemen oplossen. En dus daar ben ik toen mee gestopt. En toen dacht ik van, wat vind ik nou leuk om te gaan doen? En toen ben ik eigenlijk een beetje via een soort zoektocht terechtgekomen bij werkgeluk. En dat ik me wel eens verbaasde over dat mensen aan het werk zijn. En eigenlijk degene die mij, als toen mijn eerste baan mentor was, die zijn eerste zin was: hallo, ik moet nog 8 jaar werken, 4 maanden, 3 weken. En toen dacht ik echt. En 15 seconden. Ja, en toen dacht ik, jeetje, vond ik het nog best wel een lange termijn ook, die nog moest uitzitten. Ja. En ik denk, jeetje, maar dit verhaal vertel je mij niet als eer. Ja, ik ben niet de eerste waar je dit aan vertelt. Volgens mij ben jij eigenlijk al heel erg aan het soort van aftellen. En dat ik ook zei van, en wat ga je? Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat je dan daarna gaat doen. Nou, toen kwam er toch een heel verhaal met dat hij naar Italië ging en dat hij alle. En toen dacht ik echt zo, maar waarom doe je dat nu niet al? Ik bedoel, waarom wacht je tot je. Nou, dus dat. En ik had wel vaker, en ik heb heel veel arbeidsrecht gedaan, dat je met mensen natuurlijk ook een slecht gesprek. Hè, dat je. Mm-hmm. Van, nou, dat voor jou houdt de functie hierop. En dat mij ook wel verbaasde dat heel veel mensen eigenlijk best blij waren met deze mededeling. Dat hun werk was afgelopen. Dat hun werk stopte. Ja. Omdat ze dan dachten, het is even vervelend, maar dan kan ik nu. In die tijd kreeg je allemaal nog leuke. De kantonrechtenformule had nog. Kreeg je nog wat mee? Ja. En dan gingen er bij mensen allerlei. Oh, maar dan ga ik een winkeltje beginnen. Of dan ga ik verhuizen, want dan ga ik dichter bij mijn moeder wonen. En toen dacht ik wel eens van, jeetje, wat een. Mensen zitten kennelijk toch heel veel in een soort keurslijf van ik moet werken omdat dat nou eenmaal moet. Maar daarna
als ik niet meer, dan ga ik er pas ga ik iets doen wat ik leuk vind. Ja, het is eigenlijk ook niet werken onder het leven door, maar het is heel erg werk en een leven daarnaast vreselijk gescheiden dan, hè? Ja, ja. En ook wel dat, ik heb ook wel eens, en toen ben ik me daar natuurlijk in gaan verdiepen. En toen bleek eigenlijk best wel veel dat er best wel veel mensen werk, ja, soort, dat het meer een soort moeten is dan dat ze dat nou, dat ze daar heel veel voldoening uit halen. En dus daar ben ik me toen meer in gaan verdiepen. En daar is even de positieve psychologie mijn eigen gemaakt en veel over gelezen. En dus dat is, en ik vind ook altijd wel, de mensen zeggen van, oh ja, het is nu, in het weekend ben ik vrij. En dat denk ik van, oh, maar betekent dat je dan door de week, als je aan het werk bent, dat je in een niet soort vrij. Ja, gevangen bent? Of dat je dan denkt, poeh, wat een, ik geloof ook nooit zo in een soort work-life, weet je. Dan denk ik van, ja, volgens mij leven we met z'n allen. Mm-hmm. En is dat één geheel? En is jouw werk daar een onderdeel van? En ik hoop voor heel veel mensen dat het een heel leuk onderdeel is, omdat dat best ook wel veel tijd opslokt. En als je vooral gaat doen wat je leuk vindt, ja, dan is het ook niet zo. Tuurlijk, ik doe nu in mijn werk, ben ik ook wel eens dat ik af en toe denk, oh, hier heb ik geen zin in. Of er zijn altijd mindere aspecten. Maar ik, over het algemeen vind ik het heel leuk wat ik doe. En op het moment dat je dat doet, is het dus, ja, is daarmee, zeg maar, het hele leven leuker. En ik ben me wel verbaasd over de aantallen en de cijfers van mensen die eigenlijk werken en het eigenlijk helemaal niet zo leuk vinden. Nee. Of het, kan je daar eens iets van? Ik heb niet echt inzicht in die getallen, maar nou, het is best wel. Ik denk wel, ik heb die percentage ook niet meer helemaal. Maar het is wel iets van 30%. En mensen, als je vraagt van een soort week, van hebben mensen toch gemiddeld 3 tot 2 dagen dat ze echt niet leuk vinden op hun werk. Dat zijn toch best wel behoorlijk. Ik hoop dat het een paar uurtjes is, dat het wat minder is. Maar er zijn soms best wel dagen. En ik weet nu niet, met de tijd waarin we nu zitten, of dat heel erg verandert, of dat heel erg. Maar dat zijn best wel fikse getallen. Ja, behoorlijk. Dat ik echt dacht, oh, weet je, dat ik ook eens om me heen vroeg bij vriendinnen of bij vrienden. Echt zo van, hoe zit dat bij jou eigenlijk? En ik merk daar ook wel in dat er een aantal mensen zeggen van, ja, ik zou eigenlijk heel graag journalist, ik zou eigenlijk veel meer willen schrijven, maar ja, ik zit nu gewoon hier en het is prima en ik krijg salaris en we hebben een leuk leven. Maar eigenlijk, ja, wil ik iets. Eigenlijk zou ik iets heel anders willen gaan doen. En dat, Jij zegt eigenlijk best wel een hoop dingen. Van, ik vind het leuk om iets later straks even te kijken wat jij dan precies doet. Hè? Want jij zegt van, in mijn werk kom ik dat tegen. Dus ik vind het wel heel leuk om straks eens even te kijken, wat doe jij als werkgeluk-expert? Maar misschien eerst eens bij die term stilstaan. Van, wat versta jij onder werkgeluk? Of jij hebt ook veel onderzoek gedaan. En wat zijn elementen die daar een rol in spelen? Ja. In zijn algemeenheid. Ja, nou, ik vind het is natuurlijk, ik ben jurist. Dus dan wil je heel graag een soort definitie weten. Of een soort wetenschappelijke. Je wil het allemaal verklaren of je wil het allemaal. En eigenlijk, er zijn natuurlijk heel veel definities en heel veel. En eigenlijk vind ik de mooiste dat werkgeluk is dat je fluitend naar je werk gaat. Mm-hmm. En dat je eigenlijk ook aan het einde van de dag gewoon weer fluitend naar huis gaat. En daartussendoor, wat ik net al zei, is het natuurlijk niet allemaal. Niet iedereen loopt als een soort tjaka over het. Maar over het algemeen wel. En dat je dus, dat je eigenlijk heel veel, je hebt zin om aan je dag te beginnen. En het is ook aan het eind van de dag heb je een soort gevoel van, ik heb voldoening, ik heb gedaan wat ik heb gedaan. Ik heb mooie dingen gedaan. Dat je daar gewoon een soort, ja, dat het een mooi één geheel is. En dat je de volgende dag weer met energie gaat starten. Ja, en dat kan voor iedereen dan anders zijn, denk ik. Ja, van, absoluut. En is het ook zo van, ja, als je net afgestudeerd bent en je gaat naar je eerste baan, zal dat misschien ook weer heel anders zijn dan dat je op in een andere levensfase of zo naar dat kijkt? Want ja, je vertelde net het voorbeeld van iemand die dan echt aan het einde van zijn carrière aan het aftellen is. Maar dat werkgeluk kan natuurlijk ook gaandeweg veranderen. Dat is ook niks vreemds, denk ik. Van, hoe kom jij dat tegen? Nee. Het is denk ik heel goed om je daar heel bewust van te zijn, wat je doet met je werk en of je dat leuk vindt. En ik denk dat ik heb ook heel veel workshops gegeven.
bij de bewustzijnsschool in Amsterdam. En daar zaten ook veel jongen, een beetje de millennials, zoals dat mooi heet. En daar waren toch wel een aantal die echt al een burn-out hadden gehad. Of er tegen een tweede aan zaten. Heel jong al, hè? En dat ik echt dacht, jeetje... Eigenlijk om even heel gechargeerd te zeggen, er zijn nog geen gezinnen of de allerlei andere ballen die je ook in de lucht moet houden. Maar die waren al behoorlijk even heel diep gegaan, omdat er met een burn-out al achter de rug. En dat, tenminste in mijn tijd, was dat nog absoluut niet zo. En het is gewoon, die aantallen zijn ook best wel heftig, dat er veel burn-out is en veel... Ja, klachten daarvan zijn. En het is denk ik ook goed om... Weet je, deze generatie is ook veel meer bezig met van... ben ik wat ik aan het doen ben, is dat... lever ik een bijdrage, heb ik een zingeving? Dat is, dat is eigenlijk heel belangrijk. Dat vinden ze belangrijker dan dat je... veel geld verdient, een leuke auto krijgt en de nieuwste telefoon. En dat soort dingen, daar vinden men... deze generatie heeft daar gewoon echt minder... hecht daar minder waarde aan. Die zijn veel meer op... wat is de purpose-driven is een mooie term. Maar dat zie je, dat ze dat belangrijker vinden. Ja, want heb jij, als je gaat werken, een soort van... ik noem het maar even simpel gezegd, een soort gereedschapskist. Want kijk, nu millennial, die wil dan richting zin geven. Maar zijn er meer dingen in die gereedschapskist die je eigenlijk tegenkomt van... oh ja, dat is iets. Ik heb jou wel eens iets over een driehoek van... want wat zijn elementen, zeg maar, die voor mensen een belangrijke rol kunnen spelen? Misschien weten ze het niet eens... Nee, ik probeer altijd wel heel duidelijk... Dus ik ga inderdaad van de werkgeluk driehoek uit. Jouw geluk of jouw werkgeluk bestaat uit drie pijlers. En het is een vrij simpel model. En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat ik probeer... dat je aan de hand van vrij simpele, duidelijke modellen... uit te leggen van, goh, kijk eens naar jouw situatie. Dus die geluksdriehoek bestaat uit talent... uit plezier en uit zingeving. Mm-hmm. En plezier is eigenlijk een vrij breed begrip... maar dat zit een beetje van wat is de sfeer op kantoor? Hoe is de samenwerking met collega's? Mm-hmm. Is het allemaal heel informeel? Is het formeel? Gebeuren er buiten het werk ook activiteiten? De lunch, het salaris, het gebouw? En wat kom jij tegen in de praktijk wat mensen heel erg waarderen? Wat zijn dan in bijvoorbeeld... bij plezier, van wat vinden mensen belangrijk? Dat is natuurlijk ook weer voor iedereen anders, maar... Ja, is voor iedereen heel anders, maar over het algemeen is samenwerking, collega's, sfeer... dat wordt op het algemeen... Op het algemeen scoren ze meestal, op plezier zitten ze meestal wel hoog. Of tenminste, dat wordt over het algemeen wel... hoog gezien. En het zit de tweede pijler is die van talenten. Mm-hmm. En daar zit meer, dat is zeg maar doe jij waar je goed in bent, waar je ook energie van krijgt. Hè? Soms doe jij dingen omdat het nou eenmaal zo is, maar of je daar echt energie van krijgt, dat heb je eigenlijk nooit over nagedacht, want jij kan dat zo goed. En of je daar ook een soort groei en ontwikkeling in ziet. Dus of er een soort, heb je een soort perspectief van hier kan ik me in ontplooien, hier kan ik meer bij leren. Of ook dat je ruimte krijgt om andere dingen te gaan doen. En ook dat jij dus daarin wordt gewaardeerd en erkend. Dus dat jij, als jij iets met een idee aankomt dragen, dat het niet zo is van oké, leuk bedacht. Gaan we niet doen. En dat het weer... weet je, dus dat... Daar zit dat is de T heel erg. En ik merk ook wel dat mensen eigenlijk soms helemaal niet zo goed weten... van wat vind ik nou leuk. Ja, dat wilde ik eigenlijk vragen. Dat weet je misschien soms niet. En je kan denken, mijn talent is dit of dit... omdat je een bepaalde baan hebt gekozen. En dat al een tijdje doet. Hè, dan word je ook er goed in. Ja. Maar misschien zijn er juist talenten die je nog niet kent. Ja. En hoe kan je daarmee... Hoe moet je dat gaan ontdekken? Ik heb daar wel een soort oefeningen. Er kan natuurlijk allerlei. Je kan ook gewoon eens even aan iemand vragen van waar ben ik goed in. Ik heb ook altijd een leuke oefening waarin je juist gaat kijken van waar ben je niet zo goed in.
En dat je daar heel erg gaat kijken en dat een beetje gaat opblazen. En uiteindelijk komt daar dan een heel mooie eigenschap uit waar je denkt, oh ja, verrek, weet je, dat is ook iets heel moois wat eigenlijk daaronder zit. En dus dat is leuk, omdat in dat soort simpele oefeningen en daar gewoon ook eens bij stil te staan. En wat bij talent ook een mooi verschil is, is soms heb je dingen doe jij dingen heel makkelijk, omdat dat nou eenmaal zo is gegaan. En meestal zit dat ook in je opvoeding. Of als jij bijvoorbeeld opgegroeid bent omdat een van je ouders heel ziek was, dat je dus heel zorgzaam bent, omdat jij nou eenmaal vaker die stofzuiger pakte of om vaker boodschappen doen. Dus dat is dat iets neem je mee in je werk ook. Ja. Maar het is de vraag of jij daar heel veel energie van krijgt. Of dat je dat nou eenmaal doet omdat dat zo in jouw opvoeding is ingeslopen. En ook op het moment dat je die vraag gaat stellen aan mensen van, oké, weet je, jij bent dus heel heel dienstverlenend, jij pakt dingen snel op, jij bent altijd bezig met de ander of die wat van jou nodig heeft, want daar ben jij gewoon. Hè? Mm-hmm. Dat heb je in je opvoeding meegekregen. Maar krijg je daar ook energie van? Vind jij het ook leuk om dat te doen? En dan zie je wel eens dat mensen denken, oh ja, nee, ik loop daar eigenlijk op leeg. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind dat nee. Dus dan denk ik, oké, nou is het mooi. Want je weet dat je dat heel goed kan. Maar het is ook belangrijk dat je energie krijgt van iets wat je heel goed, wat je leuk vindt. En dat kan je een beetje gaan ontwikkelen. En dat is ook. Het is ook niet zo dat als je één keer zo'n oefening hebt gedaan, dat je dan een soort dan ben je klaar. Dit kan jij goed, meid. Ja, ja. Zoek maar eens even. Nee, dat is natuurlijk ook iets wat waar je gewoon waar je eens over na gaat denken, wat je eens lekker op gaat kauwen. Weet je, waar je in de loop van de tijd ook nog eens even kom je het weer tegen. En dat is, weet je, ik denk ook altijd dat als je hiermee bezig gaat, dat je gewoon stapje voor stapje elke keer weer iets gaat ondernemen en gaat onderzoeken. Dus dat, ja, blijf er ook gewoon elke keer mee bezig. En blijf er ook elke keer na zo'n workshop, zei ik ook elke keer van, oké, wat ga je nu als je hier wegloopt, wat ga je doen? En wat ga je morgen doen? En ik wil misschien wel een hele andere kant. Of ik vind het misschien heel leuk om misschien met interieur te gaan doen. Ik zeg, ja, weet je, dan wordt het nog heel, je is nog best wel iets met interieur doen. Ik zeg, maar ja, maak het nou zo klein stapje dat jij, dat bij wijze van spreken, hè, als je hier zo de deur uitgaat, dat je dat al kan doen. Bijvoorbeeld een appje sturen binnen een vriendinnengroep van, goh, ken je zijn huis kan ik zeggen. Ja, of ken jij iemand die, wat is een leuk interieurtijdschrift? Of heeft iemand een leuke tip voor mij? Of kent iemand die waar ik mee kan praten? Dus weet je, maak er hele kleine stapjes van. En dan, maar blijf wel in beweging. Dat is en het wel, kunnen dus ook stapjes zijn die, als je het allemaal niet zo in hokjes plaatst, van ik werk en ik doe dan in mijn weekend wat ik leuk vind. En, dus dat je ook niet per se je hele werk om hoeft te gooien. Nee, maar dat je dus ook zoiets wat je nu als voorbeeld noemt, ook gewoon in je vrije tijd daar iets mee kan doen. Het hoeft niet meteen een issue te zijn, dat meteen in je werk ook. Nee. En ik denk ook heel veel mensen denken van, oh jee, als ik hiermee aan de slag ga, of als ik me hierin ga verdiepen, dan moet ik mijn baan opzeggen. Ja. Of dan moet ik hele drastische beslissingen gaan nemen of zo. Maar terwijl ik denk van, dat is eigenlijk heel vaak helemaal niet nodig. En daarbij, als je niet, je bedoel, je bent ook altijd nog zelf je eigen baas. Dus als je dat vooral niet wilt, moet je het ook vooral niet gaan doen. Maar ik denk ook aan de andere kant dat je dit soort dingen, als je toch merkt iets in je onderbuik zit van, ik weet niet of ik, hè, ik ga niet elke dag met heel veel plezier klap ik thuis die laptop weer open en ga ik aan het werk. En op het moment dat je dat vaker ervaart, dat het wel goed is om daar toch eens naar te gaan kijken. En soms zit je heel, ik had ook laatst iemand die was een HR-medewerker of een HR-adviseur. En als ze over dat vak praten, dan echt het, weet je, het straalde. En het was, die zat, alleen ze zat gewoon niet, dus daar zat het wel meer in die plezier. Ze zat gewoon niet in de sfeer, in een omgeving waarin zij het echt tot haar recht kwam. Dus ik zei van, ja, maar jij bent, je kwam uit Rotterdam. Ze was vooral een beetje doen, niet te ingewikkeld. Maar ze zat er op de Zuidas in de vastgoedwereld. Nou, dan,
voel je al een beetje dat je denkt, ah ja, dat is toch, dat is echt een andere wereld dan, dan de Rotterdamse doen mentaliteit. En op het moment dat ze daar dan een soort inzicht in krijgt, wat terwijl zij dacht van, oh, ik ben dat HR-vak, vind ik, daar moet ik van af, het is niet leuk. En toen opeens dacht ik van, ja, maar zit het hem niet in de waar je werkt? In de omgeving, de branche, de mentaliteit. En toen zei maar ik wil niet te veel verhuizen. Ik wil niet weer terug. Ik zeg, nee, maar in Amsterdam heb je ook een haven, hè? Oh ja. Dus dan, weet je, dan... En ik weet niet in hoeverre zij dan meteen... Maar dan, het is feit dat iemand even zo... Weet je, op het moment dat je dit in een model zo heel... Weet je, soms is het misschien wat kinderlijk, maar als je het gewoon heel duidelijk neerzet, ja, en iemand zegt van, goh, geef gewoon eens een cijfer. En wees niet heel zo van, oh, nou, het is ook best. Nee, maar je krijgt ook wat houvast, hè? Kijk, er zijn natuurlijk ook veel mensen die lopen rond met een gevoel van, nou, dit is het niet. En dan ga ik, die worden er zenuwachtig van. Nee. Of het is natuurlijk wel fijn als je wat houvast hebt en wat tools hebt om te gaan ontdekken waar dan mogelijk een verandering in kan. Hetzij in je huidige baan, hetzij elders. En dan nog even tot die laatste, met die zingeving. Ja. Dat is een woord dat kan zwaar klinken. Hè? Ja. Van wow, ik moet de hele wereld verbeteren. Ja. Maar dat kan ook, kan dat ook klein? Of dat is gewoon voor iedereen ook... Hoeft ook niet per se het bedrijf of waar je dan ook bent te zijn die iets moois voor de wereld doet. Maar dat is gewoon zingeving in je eigen werkzame... Ja. Heb je zelf heel erg het gevoel dat jij een bijdrage levert aan voor jezelf? Hè? Het zit ook een beetje op drie niveaus. Want doe je voor jezelf? Vind je het zelf leuk wat je doet? Lever je echt een bijdrage? Of heb ik betekenis? Of weet je, dat kan je natuurlijk heel... Het is ook heel persoonlijk hoe jij dat invult. En het tweede niveau zit natuurlijk van, is mijn bedrijf... Wat is daar de missie van, of de visie, of en dan natuurlijk heb je uiteindelijk de hele heel Nederland of heel Europa of de hele wereld van lever ik daar een bijdrage van. En soms voor sommige mensen hoeft dat niet, hè? Hoef je niet daar heel erg bevlogen bij te zijn en niet iedereen hoeft de plastic soep op te lossen of heeft daar een heel duidelijk beeld van dit vind ik heel belangrijk. Maar ook daar kan je natuurlijk weer een beetje in ontwikkelen en ik vind dat wel mooi. Je hebt een voorbeeld van een Amerikaanse schoonmaker. Je kan dus zeggen, ik maak schoon. En hij zei van, nee, mijn beroep is schoonmaker. Maar ik maak hier schoon, zodat de mensen de ruimte ingaan. Want ik ben heel, vind ik het mooiste. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de ruimte. Dus hij zei, ik wil ook alleen maar schoonmaken bij de NASA. Want ja... Ik wil ook mijn bijdrage kunnen leveren aan dit geheel. Dus dat, weet je, je kan zeggen, ik ben stratenmaker en ik leg allemaal stenen. Maar je kan ook zeggen van, nee, ik maak Nederland mooi. Want ik zorg dat alle straten mooi aangelegd zijn. En dat het allemaal, weet je, dus het is maar een beetje hoe jij jezelf daar in ziet. Ja, met welke bril je er ook naar kijkt, zou ik maar zeggen. Dus is dat een keuze in jouw visie? Of, Ja, ik denk wel dat het heel goed is om voor jezelf te kijken van, wat zijn mijn waarden? Wat vind ik heel belangrijk in mijn leven? En zie ik die waarden ook terug bij het bedrijf waarvoor ik werk? Als jij heel erg dierenwelzijn heel belangrijk vindt en dat jij daar echt hard voor maakt en je zit bij... niet zeggen dat een kippenslachterij nou niet welzijn voor de dieren, maar dat, weet je, die hebben toch een beetje... of een soort massa, dat je denkt, ja, weet je, ergens... Je voelt dat het een beetje vriend. Ja. Dat je denkt van, ja, weet je, kan ik daar, voel ik daar dan dat ik daar echt een bijdrage aan lever? En vind ik dat belangrijk? Hè? Voor heel veel mensen is dat ook helemaal niet zo. Zijn ze daar ook helemaal niet zo bewust van? En andersom zijn bij bedrijven natuurlijk ook vaak dat je denkt van, ja, waarom ben jij hier nou eigenlijk? Hè? Wat is nou jouw specifieke waarde of wat zijn jouw kernwaarden? En soms zie je ook wel bij bedrijven die hebben kernwaarden. En dan hebben ze ergens zo, oh ja, dat moet ook. En die hebben dan transparantie of openheid. En als je daar dan binnen in dat gebouw loopt, dan is alle deuren zijn dicht. Er is geen glas te bekennen. Het is allemaal heel afgesloten. En dan denk ik van, ja, hoezo is jouw kernwaarde dan openheid of transparantie? Waar blijkt dat dan uit? Mm-hmm. En weet je, dus ik denk altijd van, ja, dat is ook daarin zou je dat kunnen zien. En ook daarin kan je daar uiting aan geven.
geven. Dus dat, ik denk dat het ook wel op het moment dat je voor jezelf weet van dit zijn mijn kernwaarden, dit is echt waarvoor ik dat vind ik echt heel belangrijk. En dat, ik vind dat ook altijd een heel mooi. Daaraan kan je heel veel beslissingen of dingen die je doet, kan je daar heel mooi. Het is een soort kompas. Kan je heel mooi tegenaan leggen van oh, past dit bij mij? Past dit bij mijn kernwaarden? Maar nou, eigenlijk niet. Oké, dan doe ik het niet. Of nou ja, het was perfect bij mijn kernwaarden. Dus ga ik het ook doen. En het is ook mooi. Je hoeft ook niet een bedrijf te vinden die één op één. Nee, dat ga je niet vinden waarschijnlijk. Want dat, hetzelfde in relaties. Dit is ook altijd een hele mooie oefening bij relaties. Want dan heb jij een partner die ook een beetje, als jij van de iemand heel avontuurlijk is en jij bent vooral van de gezelligheid en bij jezelf. Ja, dan ergens gaat dat botsen. Of je kan ook avontuurlijk zijn in je eigen achtertuin. Maar dus dat, weet je, dat zijn mooi om daar, om je daar zelf van bewust te worden. Van wat zijn eigenlijk mijn kernwaarden? Waar sta ik eigenlijk voor? Wat vind ik heel belangrijk? En als je dat eenmaal weet, kan je daar ook heel goed je eigen omgeving bij zoeken. En op het moment dat je daar ook in je werk dat beter bij elkaar aansluit, dan zul je zien dat werken daardoor ook prettiger wordt, leuker wordt, minder moeite kost, je productiviteit omhoog gaat. Maar het is eigenlijk ook wel grappig wat je zegt, hè? Want er zijn natuurlijk een hoop bedrijven die hebben een missie en een kernwaarde. Ja. De vraag is altijd, kijken ze ook naar die kernwaarde van de werknemers? Ja. Want anders krijg je een soort kernwaarde opge... Ja. Hoe moet je dat zien? Van, ja. Ik vind het wel mooi hoor, als een bedrijf zegt, nou, wij staan hiervoor. Maar dat moet natuurlijk ook wel dan. Het is ook wel belangrijk dat die werknemers daar zich ook redelijk goed bij voelen. Ja, ik denk ook dat als een bedrijf al weet wat hun kernwaarde is en dat ze daar echt over hebben nagedacht, dat of iedere werknemer dat weet. Hè, bij wijze van spreken, als je een paar werknemers wakker maakt 's nachts van, en wat zijn de kernwaarden van jouw bedrijf? Dan moet dat eruit. He, dan moet dat er een soort van natuurlijk uitrollen. En het moet ook logisch zijn voor de buitenwereld dat dit jouw kernwaarden zijn. En dus dat is heel belangrijk. En dat je je daartoe verhoudt. En dat je dus ook inderdaad op zoek gaat naar medewerkers die daarbij passen. En dat je niet zozeer gaat kijken naar van wat heeft hij allemaal gedaan, een cv. Dat soort dingen zijn eigenlijk gewoon aan te leren. Hoe een systeem werkt, je hebt dan eigenlijk alleen maar een vermogen nodig dat je het snel eigen kan maken en dat je dat, maar echt hele karaktereigenschappen of kernwaarden. Ja, als iemand heel gesloten is terwijl jij een open bedrijf bent, ja, dan wordt het ingewikkelder. Dus het is ook, ik heb al bij Tony Chocoloni, die zeggen ook altijd met hun aannamebeleid van ja, wij willen, eigenlijk zouden wij het liefst met iedereen die we aannemen van Groningen naar Maastricht in de auto zitten. En we hebben geen telefoon en we hebben ook geen radio. En kunnen wij, is het een fijne rit die we gaan maken met elkaar? Hebben we lol? Snappen we elkaar? Doen ze dat ook? Nee, dat doen ze denk ik niet. Maar het is wel mooi om in je achterhoofd zo, bij de mensen die je wil aannemen, dat in het achterhoofd te houden. Van goh. Van al die papieren. Heb je wel de juiste papieren en heb je wel de juiste ervaring? Ik vind dat ook altijd wel lastig voor jongelui die net beginnen. Ja. Er wordt best wel veel vanuit de markt gevraagd. Ja. Ja. En je begint net, dus je hebt een heleboel dingen nog niet. Nee. Maar als je naar de mens kijkt, dan is dat misschien wel nog belangrijker. Ja. Dat is wel mooi. Ja. Nou zeg je ook wel eens van, die vind ik zo leuk, werkgeluk is als popcorn. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik denk dat als je bij een bedrijf komt en we gaan aandacht besteden aan de medewerkers. Hè, dat is eigenlijk heel platgeslagen wat je doet als je hiermee aan de slag gaat. En ik zeg dan altijd van, luister, het is, ik wil niet binnenkomen en dat we dus, nou, we gaan hiermee aan de slag. We beginnen met een soort kick-off. Of een workshop. Iedereen in ieders agenda plopt dat op. Om 10:00 ochtends gaat Martine jullie vertellen wat we gaan doen. en dat u daar dan binnenkomt. En dat de helft van de groep denkt van, werkgeluk, wat een genoeg, weet je. Ja. Knuffelen doe je maar thuis. Ja. Ik ben met hele serieuze dingen bezig. En ik heb hier geen tijd voor. Ja, van die mensen hebt die achterover gaan zitten leunen, armen over elkaar en denken van, kom maar op. Wat voor dus. En ik vind, ja, weet je, dat en zo werkt
werkt werkgeluk wat mij betreft niet. En daarom gebruik ik ook altijd de metafoor van van de popcorn. En dan heb je het echt over die gele, harde maiskorrels die je in die pan doet. En op het moment dat je hem op het vuur zet, zul je zien dat er een aantal meteen, dat hoor je, die poppen meteen op. Die vinden het leuk, interessant. Die denken, hier wil ik bij zijn. Mm-hmm. Kan ook zijn omdat ze altijd, zeg maar, overal altijd als er iets nieuws is, staan ze overal altijd vooraan. En je hebt natuurlijk de midden, op een gegeven ogenblik popt het allemaal op. Dan komt er een soort middenmoot van, oh ja, dat is leuk. Hier wil ik aan meedoen. Hier, dit is wat voor mij. Weet je, die kijken een beetje af. En er zijn natuurlijk ook altijd een aantal van die harde korrels die gewoon op die bodem blijven liggen. En hoe hard je het vuur ook zet en hoe lang je die deksel erop opent, het popt niet op. En dat is oké. Ja. Ik zeg ook altijd van, we gaan niet heel veel aandacht besteden aan al deze mensen die niet willen. Want werkgeluk is ook iets wat vooral positief is en wat leuk is. En ik begin liever in een bedrijf met bij wijze van spreken 2 of 3 mensen die denken, interessant. Dan dat we met z'n 20 beginnen als mensen, als de helft daarvan allemaal een beetje zo van, ik weet het allemaal niet. Want dan werkt het niet. En het is, je kan, wat mij betreft is ook werkgeluk niet een soort, ik kom ook niet binnen met een soort checklistje van, dit is het, begin maar bij 1. En vind dan kom ik over 3 weken terug en dan gaan jullie allemaal fluitend heen en terug naar je werk. Precies, en dan zijn jullie allemaal, het is hier allemaal weer oké. Nee, ja. Het is echt iets wat in je genen en je DNA gaat zitten, of niet. Het kan ook zijn, dat zeg ik ook, van, er gaan ook een aantal mensen misschien denken van, als we deze kant op gaan, dan is dit niet mijn werkgever. Nee. Dan is het niet mijn werk. Ik heb hier geen, ik voel hier niks bij, ik merk hier niks bij, ik ervaar hier niks bij. Dit wil ik niet. Mm-hmm. En dat is ook prima. Weet je, dus het is eigenlijk, begin je op basis van vrijwilligheid, op basis van enthousiasme. En je zult zien dat op het moment dat je hiermee aan de slag gaat, dat het als een soort, in deze tijd, een soort positief virus is, wat door het bedrijf gaat rondtieren. En dat het steekt mensen aan. En mensen denken, interessant, wil ik ook wat over weten. Dus dan komen ze uiteindelijk wel. En dan kan je op die manier een beetje verspreiden. Dus kan jij een concreet voorbeeld geven? Jouw klanten, die zijn, het zijn vaak bedrijven, hè? Ja, dus bedrijven. Dus doe jij ook dingen voor zelfstandige ondernemers? Ja, ik doe ook wel 1-op-1. Hè, dat mensen zeggen van ik wil. Maar het is bij mij altijd wel vanuit het bedrijven. Ja. Natuurlijk als er. En met zo'n bedrijf kan jij een voorbeeld geven van wat je net vertelde. Van weet je, de een heeft er wel zin in, de ander niet. Maar wat je met elkaar doet om ergens op, of niet. Oh, pardon. Excuus, dat kan toch niet. Toch niet uitgezet. Ja, dan zo maar. Maar wat je dan met elkaar onderneemt eigenlijk? Ja, we beginnen vaak met een soort kick-off. Hè, om even de introductie te geven van wat is werkgeluk. Dan kom ik met de driehoek. Dan komen we altijd met de happiness pie. Dat is ook altijd een mooie. Die geeft aan van dat je eigenlijk, hè, soms zeg je van ze, ik vind mijn werk niet leuk, want die manager die zit maar de hele tijd in mijn nek te hijgen. Of die ICT werkt niet. Of die collega van mij die doet nooit wat hij zegt. En dan blijkt eigenlijk als je die happiness pie ingaat, dat dat maar 10% is van daar waar jij invloed op hebt. Dus dat wat er. Heb jij voor veel groter deel, heb jij veel meer zelf invloed op dat wat er gebeurt en hoe jij met dingen omgaat. Ja, dat is ook een heel interessant uitgangspunt. Ja. Dat je gewoon gaat kijken naar de dingen waar je wel invloed op hebt. Ja, absoluut. En dus dat soort dingen. En dan is het even een beetje een soort kick-off geven. En dan is het ook vooral heel erg kijken wat bedrijven al doen. Want meestal doen ze eigenlijk al best wel veel. Ja, want ik ben ook heel benieuwd. Je komt bij veel bedrijven binnen. Wat vind jij hele leuke voorbeelden? Wat mensen juist, wat ze dan met elkaar hebben bedacht. En waar ze met z'n allen van zeggen, dat heeft ons geholpen in het nog leuker of fijner of hoe dan ook werken. Ja, ik denk dat heel veel bedrijven al, dat is natuurlijk ook een beetje, dat denk ik van, ze hebben een Sinterklaasfeest, we hebben altijd een etentje, of we doen verjaardagen altijd heel uitgebreid. Maar mensen zijn zich soms ook helemaal niet meer bewust van het feit dat
dat ze dat allemaal al doen. En dat het ook best wel bijzonder is. Ik zeg van, nou, zoals jullie je verjaardagen hier vieren, dat echt even iedereen. Het is niet zo van, oh, dat je een mailtje krijgt van, nou, in de pantry, ik ben jarig vandaag en in de pantry staat wat gebakje, mag je, kan je pakken of zo. Nee, er wordt echt even aandacht aan besteed. Iedereen wordt even erbij geroepen. Wordt even desnoods gezongen, wat natuurlijk soms heel gênant. Maar dat soort dingen ook, om dat nog even naar voren te brengen, even aan te stippen van dit doen jullie al. Hè? Ik bedoel, bij heel veel bedrijven gaat het anders. Of het feit dat jullie al zoveel aandacht besteden aan Sinterklaas of aan gezond eten. Of weet je, dus dat soort dingen. Soms is dat al heel goed voor iedereen om even zo van, oh ja, oh ja, oh leuk. Dat hebben we eigenlijk al. Ja. En ook even vragen. Dat is eigenlijk ook van vraag aan de mensen zelf wat ze heel erg leuk vinden. Of waar ze behoefte aan hebben. Of wat ze. Ja, weet je, dat soort dingen zijn al heel leuk. En soms is het ook wel van, nou, wat vind jij belangrijk? Wat zijn jullie kernwaarden? En kan je niet ook dingen doen die veel meer daarop aansluiten? Dus dat, ik geef ook het voorbeeld bij heel veel advocaatkantoren waar ik dan veel mij op richt, hebben natuurlijk een pingpongtafel of een tafeltennistafel. Oh, leuk. Ja. Ik zeg maar, bij Tony Chocoloni bijvoorbeeld hebben ze dat ook, uiteraard. Alleen zij hebben wel zo'n mooie pingpongtafel helemaal in hun eigen logo. Oh, gaaf. Printen. De bedjes zijn allemaal. Oh, weet je? Dus daar zit net weer even nog een extra aandacht, een extra slag in. Niet zo van, oh ja, wij hebben ook een pingpongtafel, maar we hebben daar echt even aandacht aan besteed. Dus dat soort dingen is vaak ook. Eigenlijk is het één groot bewustwording van waarom doen we de dingen die we doen en kan het ook anders. En vooral ook laten mensen daar zelf ook over nadenken. En er komen meestal geweldige ideeën uit de mensen zelf. Ik bedoel, ik heb natuurlijk ik kan tassen vol met allerlei inspiratie en dingen en spelletjes en met elkaar allemaal gaan bedenken. Maar soms zit het best wel in de mensen zelf. Wat ze leuk vinden, waar ze blij van worden. En op het moment dat ze ook zelf iets aandragen en dat ook dat ze dat terug zien komen ergens, ja, dan is het helemaal. Dan is het ook een beetje van henzelf. Ja, dat is. En dat vinden ze echt heel leuk. Dus daarom heet mijn bedrijf ook Simply Happy at Work. Omdat ik heel erg geloof in hele simpele dingen. Het is ook niet zo dat je, als je hiermee aan bent, dat je je hele bedrijf 180 graden moet veranderen. Vanaf nu doen we het allemaal helemaal anders. Helemaal niet. Het is vaak dat er dingen al dat er heel veel dingen al heel goed gebeuren. Alleen soms mist er net even nog een soort haakje, zeg maar, waarom je het doet. Of dat je het. En je kan dus ook sommige dingen van, ja, dat doen we dus niet meer. Want dat komt helemaal niet meer overeen met dat wat wij willen uitstralen. Nee, want ik ben ook wel benieuwd van, wat zijn dan dingen die je bent tegengekomen in de praktijk, die dus juist heel erg averechts werken. Of die je zei net met de deuren dicht of zo. Ja, sommige mensen vinden het prettig met de deuren dicht. Zijn er nog meer? Zijn hier ook valkuilen in? Nou, je hebt natuurlijk heel erg. Dat zie je natuurlijk. Ik sprak laatst ook iemand die zei echt, ik word helemaal gek. Ik krijg elke maand zo'n borrelbox thuis gestuurd. Omdat we nu natuurlijk allemaal nu online aan het borrelen zijn. Ja. Ik hoef hem niet meer. Afbesteld. Klinkt heel bijna een beetje. Hij zei maar eigenlijk, als je kijkt naar werkgeluk en werktevredenheid, dan snap ik heel goed van dit, zo'n borrelbox of een lunch of een ding, dat gaat heel erg, voedt heel erg de werktevredenheid. En bij werktevredenheid is het op een gegeven ogenblik is het gewoon geworden. Dat je lekkere koffie hebt op kantoor en dat er elke keer een lekkere fruitsalade klaar staat en dat er een pingpongtafel is en dat jij bedrijfsfitnessabonnementen hebt of in ieder geval die mogelijkheden hebt en dat er van alles wordt georganiseerd. Op een gegeven ogenblik ga je dat gewoon vinden en is het en draagt het eigenlijk niet meer bij aan je werkgeluk. Maar het zit heel erg in het werktevredenheid. En andersom, als een keer dat koffieapparaat het niet doet, of als de melk op is, ja, dan zijn de rapen gaar. Want dan is het, godsam, zo kan ik toch niet werken. Of als het systeem hapert, dat je weer niet je uren kan bijwerken. Of dat die computer, ja, dat is heel irritant.
Maar het feit dat het altijd goed doet en dat het er altijd is, dat draagt eigenlijk heel weinig bij aan het werkgeluk. Werkgeluk zit veel, zeg maar, een soort laagje dieper in de erkenning, de waardering, dat je wordt gehoord, dat er naar je wordt geluisterd. Dus dat is. Weet je, soms zie je wel dat dus die bolbox zit in het rijtje werktevredenheid. Daar, dat voedt dat heel erg. En op een gegeven moment gaan mensen dus. Nee, nou, als je denkt, wow, moet ik weer in die borrelbox? En moet ik weer naar die online? Ik word er helemaal. Gaan we nu weer een pubquiz doen? En bedenk is wat anders. Ja. Ik heb eigenlijk veel meer behoefte om een keer eens even gewoon gezellig met mijn manager te wandelen. Of echt te zien. Ja. Ja. Dus dat daar zit. Dat is een vrij ingewikkeld, soms een hele ingewikkelde balans. Maar dat is wel waar je soms wel eens denkt van, oh ja, hier is een heel mooi onderzoekje dat de mensen over hebben moeten werken. En dat er drie groepen zijn en dat ze op drie manieren zijn bedankt. De ene kreeg een pizzaavond. Of die konden met z'n allen na het werken die pizzaavond. De ander kreeg een beloning, een geldelijke beloning. En de derde groep kreeg een persoonlijk bedankje van de manager, van de leidinggevende. En dat hebben ze onderzocht. En daarna, na 2-3 weken, hebben ze gekeken van, nou, hoe gaat het met deze? Hè? Zijn die nog steeds zo hard aan het werken? Zijn die nog steeds aan het overwerken? En bij alle drie bleven ze inderdaad een week lang, 2 weken lang prima doorwerken. Want ze voelden zich heel erg, vonden dat heel fijn. En er was alleen maar 1 groep die echt ook daarna, of het volgende keer dat er weer zo'n piek nodig was, weer zei van, oh ja, nee, ik doe wel weer mee. Ja. En dat was de groep die het persoonlijke gesprekje heeft gekregen met die leidinggevende. Het zit toch ook weer in dat simpel, hè? Ja, ja. Het is heel simpel. Tuurlijk kost het even tijd. Ja. Maar dus even die persoonlijke aandacht. Even dat belletje van, jeetje, wat heb ik het gewaardeerd dat jij hier zo je schouders onder zet. En ja, dat is dus, weet je, alle drie worden ze gewaardeerd. Mm-hmm. Maar die persoonlijke aandacht, of en dat zit dus helemaal niet in iets groots. Iets nee. groots nee. Of veel of Daar zit het hem eigenlijk helemaal waar ik dan wel even naar benieuwd ben. Je zei ook net van, het is wel ook goed om te focussen op de dingen waar je invloed op kan hebben. Met zo'n persoonlijk bedankje ben je dus ook best wel afhankelijk van je management. Of in ieder geval degene die het bedrijf leidt. Ja. Wat zijn juist dingen die je dan zelf kan doen? Hè? Want kijk, hier kan het ook zijn dat er gewoon iemand is waar de complimentjes gewoon niet in zitten. Of die dat niet gaan doen. Nee. Dus dan. Ja, dan zou je daar, als je daar behoefte aan hebt en dat komt niet, dan is dat iets vervelends. Maar ja. Als je dan even nog teruggaat naar van waar kan je focussen, zelf iets aan doen en wat niet. Ja, wat zijn dingen die je zelf juist kan doen om je werkgeluk te vergroten? Nou, je bent heel bewust van het feit dat je daar zelf heel veel invloed op hebt. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk, als je even naar die happiness pie gaat, zit ongeveer, het is 50-60% is gewoon jouw genen, is gewoon jouw DNA. Zo ben je eenmaal vast. Mm-hmm. Daar gaan we niet zo heel veel aan doen. Als jij over het algemeen denkt van, nou, de zon schijnt niet, dus het is niet zo'n lekkere dag vandaag. Ja, weet je, dat daar gaan we niet, als je heel veel met werkgeluk bezig gaat, dat gaat jou niet opeens veranderen. Wat wel gebeurt, dat jij inzicht hebt in het feit dat jij op die manier in het leven staat en dat jij daar wel of niet aandacht aan besteedt. En 40% is jouw mindset, dus hoe jij omgaat met dat wat jou overkomt of dat wat jou gebeurt. Dus daar heb je best wel veel invloed op. En 10% is gewoon die chagrijnige manager of die minder empathische manager die nou eenmaal niet zo'n gevoel heeft voor het feit dat mensen gewoon eigenlijk heel blij zijn als ze eens even een kletsje kunnen maken of dat jij ze eens even belt. En dus op het moment dat je dat weet, dat je daar dus, je moet ook niet gaan zitten wachten op iets wat misschien niet komt. Niet ja. gaat komen. Ja. Want dan ga je heel lang wachten en ga je dus elke keer heel, heel veel teleurgesteld daarin worden. Dus het is wel goed om te denken van, oké, ik hecht daar heel veel waarde aan. Ik vind dat heel erg leuk. Ik ga daar goed bij op complimentjes. Hè. Dat is een soort, dat kan een taal zijn waarin jij heel veel, wat voor jou heel erg helpt. Dus dan kan je beginnen om het zelf te doen. Hè. Je kan zelf
complimentjes aandelen. Je kan zelf gaan uitreiken. Of je kan, nou ja, weet je, misschien wil je dat niet. Of om nou zo'n leidinggever daarmee te confronteren is ook weer zo. Maar dus, en zoek het op bij mensen die het wel doen. Of zoek het op bij, ik weet ook dat er is een heel mooi Ricardo Semmler. Dat is een Braziliaanse, die heeft een eigen bedrijf, allemaal fabrieken. En dat die hebben heeft een Semco-stijl. Dat is ook een hele mooie manier om met werkgeluk bezig te zijn. En hij zegt heel erg van, tuurlijk heb jij een functionele leidinggevende. Dus daar waar jij afspreekt van dit heb ik gedaan, dit heb ik niet gedaan. Daar zit, daar kan je werktechnisch gewoon, is dat jouw leidinggevende? Dat is gewoon zo. Maar kies binnen je eigen bedrijf ook de manager waar jij je andere dingen mee bespreekt. Dus jouw ontwikkeling of even dat kletsje maken of even. Hè, en als jij dus heel erg gevoelig bent voor complimentjes of waardering, dan ga jij dus automatisch iemand kiezen die daar dus ook heel goed in is. Ja, zeg je daarmee ook misschien indirect van creëer je eigen werkgeluk? Ja, zeker. Ja. Ja, dat kan dus, als je dat bewust bent, kan je dat dus gewoon ook op gaan zoeken. Ja. Dan heb je dus zelf eigenlijk best wel veel. Daar heb je best wel veel invloed op. Ja, je hebt er heel veel invloed op. Ja. Ja. Van, en hoe ziet voor jou een ideale werksetting eruit? Voor jezelf? Van, wat vind jij echt ideaal? Wat maakt jou heel erg gelukkig in je werk? Nou, ik vind het heel leuk om trainingen en workshops te geven. Dat vind ik er naartoe leven, vind ik al heel erg leuk. En het feit dat je dan daarmee bezig bent en de interactie die je krijgt. We geven nu een online webinar, maar dan proberen we ook wel heel veel via breakout rooms. Vind ik ook echt een geweldige uitvinding. Wat mij betreft nog die ook blijft staan. Maar dat is, weet je, en interactie via de chat. Geef eens aan, hoe zit je erbij? Ik vind het ook altijd belangrijk dat mensen echt deelnemen. En de reacties die je daarna krijgt van, oh wat leuk, het heeft me echt even inzicht gegeven. Of ik ga nu dit gaan doen, of kan je me helpen daarbij? Dus dat vind ik heel leuk om te doen en om te bedenken. Mm-hmm. En om mee bezig te zijn. Ik vind deze tijd heb je ook heel veel mooie online universiteiten waar je allerlei cursussen en dingen bij kan volgen. Dus dat vind ik ook heel leuk om te doen. Dus eigenlijk voor mij is het een beetje afwisselend. Een beetje training geven. Mensen met mensen praten. Gewoon eens even. Waar loop je tegenaan? Met ze daarmee echt proberen concreet te helpen. En, dus het is eigenlijk een vrij gevarieerde. Ja, maar dat maak je ook zelf dan van. Ja. Ja, absoluut. Leuk. Absoluut, ja. Ik zeg dat jij ook werkzaam bent voor de Business School of Happiness. Ja. Ik vind dat zo grappig klinken. Business en happiness. wat is dat voor school. Iets? Ja. Ja, dat is een internationaal. Zij is heeft het opgezet. Zij is Portugees, maar ze woont nu in Australië. En zij hebben ook een beetje gewoon. Ze doet eigenlijk wat ik ook doe, maar dan daar in Portugal. En zij heeft allerlei business partners. Dus in verschillende landen. Ja. En dan ondersteunt zij met workshops en met kennis. En een hele bibliotheek hebben we tot onze beschikking. En, maar dat gaat ook over partnerschap. Dat is als basis werkgeluk, maar dat gaat dan ook allerlei geluksitems of positieve psychologie, hoe moet ik dat zien? En is dat ook gewoon over ondernemen? Ja, zij richt zich ook heel erg over op de bedrijven. En het is gewoon, ik heb een partnerschap dan binnen Nederland. Ben ik de enige die bij haar dan aangesloten is. Maar er zitten ook mensen uit Spanje, Portugal, Mozambique. We hebben nu ergens ook in Saoedi-Arabië. En hebben één keer in de zoveel tijd met alle klokken die we dan proberen gelijk te zetten, hebben we een soort overleg. En dan hoor je dus ook hoe het in Afrika bijvoorbeeld, in Brazilië, hoe ze het daar aanpakken, waar ze daar tegenaan lopen. Dus het is een heel, het is een beetje een soort netwerk, maar ook wel heel erg sparren van, goh, hoe doen jullie dit? En vanuit de Happiness Business School krijg je dus allerlei workshops aangereikt en een soort mooi kader waarbinnen ik dan weer mijn eigen Nederlandse dingetjes kan aanpassen. En kunnen ook doen. Bedrijven daar van die expertise gebruik maken? Ja, via mij denk ik dat het werkt. En ik, ze doet ook wel een soort, heeft nu wel een online Engelse Chief Happiness Officer opleiding biedt ze aan. Dus want wat is dat? Allemaal, dus dat is een beetje de Chief Happiness Officer. Dat is natuurlijk een beetje een nieuwe functie binnen het bedrijfsleven, wat je wel vaker ziet opkomen. En dat is gewoon een soort opleiding waar je een beetje achtergrond krijgt van waar de positieve psychologie over gaat,
waar het vandaan komt, wat je kan doen, hoe dat bij jouw bedrijf. Maar is dat echt zie jij nu ook die functie als fulltime functie in bedrijven voorkomen? Dat iemand daar echt in het bedrijf zit om te kijken of iedereen lekker aan het werk is, zeg maar even simpel. Ja. Nou, ik ben zelf heel eerlijk gezegd niet zo'n heel voorstander van deze functie. Omdat het dan dan lijkt het opeens van, oh ja, we hebben een Chief Happiness Officer. Nou, die, ik leg het lekker bij jou neer, want jij gaat zorgen dat ik gelukkig hier ga worden. Ja. En ik geloof daar niet zo in. Ik zeg veel meer van, het is natuurlijk heel goed om als mensen dat leuk vinden, interessant vinden, om dat soort rollen, zie ik het meer, binnen je bedrijf te faciliteren en mensen daarin, als ze dat willen, zich laten ontwikkelen. En laat het ook vooral op verschillende plekken in de organisatie deze rol zijn en niet dat het een soort iemand is die daar dan verantwoordelijk voor is. Ja, je kan het. Er zijn ook mensen die daar heel voorstander van zijn en ook zeggen dat moet ook op een soort directieniveau zitten. Het is ook, je ziet het ook vaak als je kijkt in advertenties nu, zie je het ook vaak als een soort HR-rol. En natuurlijk heeft het met mensen te maken, maar ik vind het is voor mij ook niet per se een HR. Nee. Thema of zo. Ik zou het veel hoger in de organisatie willen zetten. Ja, is er bijvoorbeeld ook zoiets als, ik kan me herinneren dat wij wel eens gewoon samenwerking op de agenda zetten of zo. Is het ook, zie jij ook meer dat nu, je kan natuurlijk samenwerking, maar je kan, zie je ook gebeuren dat werkgeluk op de agenda wordt gezet? Ja, nou je ziet natuurlijk nu wel, zeker in deze tijd, hebben we natuurlijk allemaal wel ontdekt dat verbinding met elkaar heel belangrijk is. Dat is natuurlijk ook een van de belangrijke aspecten. Hè? Dus de verbinding, de autonomie en de competenties. En ik denk dat autonomie is, denk ik zeker nu in deze tijd, heb je best wel, hè? Je hebt veel meer. Je bent veel meer de regisseur van je eigen agenda geworden. Want je bepaalt het steeds beter zelf. Ik denk dat best wel duidelijk. Maar de verbinding, mensen hebben echt collega's. Makkelijk met elkaar afspreken. Even elkaar zien. Mm-hmm. Even dat momentje bij het koffieapparaat. Het is toch anders dan dat je even iemand, zullen we zo even gaan bellen? Oh ja, nee. Maar het is gewoon allemaal wat laagdrempeliger. En ik denk zeker ook binnen de advocatuur, het feit dat jij met een oudere of een iets meer ervaren medewerker op de kamer zit, die aan de telefoon hoort praten met cliënten of met, ja, daar leer je zoveel van. En dat soort, dat missen we nu allemaal. Ja, want dat wilde ik eigenlijk ook aan je vragen. Van, we zitten nu natuurlijk al een dik jaar in deze situatie. Jij zal ook binnen jouw werk zien dat er strubbelingen zijn. Kijk, aan de ene kant zijn er mensen die meer tijd thuis krijgen en dus ook meer die eigen agenda gaan beheren. Dus ook meer ook dat aan het creëren zijn, wat je net zei, van, nou, waar word ik gelukkig van? Ja. Maar je hebt ook een groot gemis van collega's en verbinding en ook gewoon met de cultuur van je bedrijf en nou ja, noem maar op. Ja. Nee, je hebt nu een hele generatie die überhaupt nog nooit op kantoor hebben gezeten. Ja. Althans nooit. Ja. Of nieuwe collega's. Die zijn ergens vorig jaar begonnen. En die zitten de hele tijd. Ja, die hebben helemaal geen idee van wat is hier de bedrijfscultuur. Of wat is hier de... Nee, want heb je wat goede tips voor mensen? Want ik vind het best lastig. Ja, als ik het zo zie. Wel een paar keer heb gehoord, vond ik ook een goede, dat je gewoon inderdaad soort buddy-systemen maakt. Hè? Dat je een soort groepjes maakt en dan helemaal dwars door de hele organisatie heen. Waarin je toch met elkaar gewoon eens even gaat afspreken of gaat wandelen. Of gewoon eens even een beetje gaat kletsen. En over de voetbaluitslagen, over het weer, over de eventuele vakantiedromen die we allemaal hebben. Dus dat is wel. En dat je dus daar een beetje gevoel bij blijft houden. Ik hoor ook wel mensen zeggen van, ja, weet je, ik nodig toch een paar mensen die in mijn team vallen. Ik nodig ze toch bij me uit aan de keukentafel. En blijven we allemaal keurig op afstand. En we zetten alle ramen open. Maar dan hebben we toch even met elkaar kletsen. En kijken we elkaar in de ogen. En, ja.
dat soort dingen. Ik vind die breakout rooms in Teams, Zoom en dat soort dingen vind ik altijd toch wel heel mooi. Dat werkt eigenlijk best wel goed. Ik doe vast wel. Ja, dan kunnen mensen even samen. Ja. Ja, en die kan je natuurlijk willekeurig indelen. Dus zo kan je best wel eens een keer een werkoverleg even een soort break, hè, bij wijze van spreken geven. Mm-hmm. En ik probeer laat ook wel eens dat ik dan hoor een beetje wat er speelt. Of waar, weet je, op een gegeven moment hoor je wel eens een beetje een soort van, oh, nou, ik had vorige week, vond ik het woord vertrouwen met de hele politiek waar we allemaal aan luisteren, dacht ik, oh ja, dat is een mooie vraag van wat betekent vertrouwen voor jou? Wat heb jij nodig voor van de ander om vertrouwen te krijgen? Mm-hmm. Dus dan denk ik van, nou, weet je, ik maak even breakout rooms. Ga eens even met deze vraag, deze paar minuten in en kijk eens even wat eruit komt. En nou, soms is het een heel ander. En doe ook vooral iets als je iets anders wilt bespreken. En dan is het wel grappig dat je merkt dat op het moment dat, nou 5-6 minuten, dat hoeft helemaal niet heel lang. En als iedereen dan weer terugkomt, zeg maar. Ja. Dat er toch allemaal, oh leuk, oh ik wist ik helemaal niet. En oh ik zat met die kende ik eigenlijk helemaal niet. En oh wat leuk. En ja, doordat ik die ander hoorde vertellen, dacht ik, oh ja, dat is voor mij ook heel belangrijk. Dus dan was misschien ook live niet gebeurd, hè? Nee. Dat is ook wel weer grappig. Nee. Dat er ook wel weer leuke dingen allemaal van, nou, we gaan groepjes maken. En dan zit iedereen alweer. Ja. Je ziet iedereen alweer een beetje. Ja. Maar dit is gewoon één druk op de knop. En dat gaat allemaal random, automatisch. En ja, het is, dat wordt over het algemeen, vinden ze dat best wel even leuk. Om even iets anders, even andere energie. Je ziet toch weer even. En het hoeft dus ook helemaal niet werkgerelateerd te zijn, hè? Juist niet, nee. Misschien. Nee, maar ik denk dat dat natuurlijk ook heel vaak is dat het ook leuk is om is gewoon iets over iets anders te hebben. Leuk. Martine, ik vraag de gasten altijd om een tegeltje. Ja. En jij had een hele mooie spreuk. Ik zoek hem even op. Dat was van binnen. Even kijken, heb ik hem goed? Binnen beginnen om buiten te winnen. Ja. Wil je die nog eens toelichten? Ja. Ja, deze heb ik. Je hebt een opleiding rendement van het geluk van de Erasmus Universiteit. En deze persoon die begon daar eigenlijk mee. Zijn nou rendement van het geluk? Ja, rendement van het geluk heet dat. Dat is van de Erasmus Universiteit. Ja. Die hebben daar een hele opleiding bij. Het is een hele leuke opleiding, want je hebt dus vanuit heel veel verschillende kanten wordt het belicht. Dus vanuit de biologie, vanuit de theologie, vanuit de psychologie, vanuit de economie, vanuit België. Ik hoorde jou ook al Leo Boermans. Ja. In jouw introductie noemen. Dus die was daar ook bij. Dus dat is een heel breed wetenschap. Heel veel vanuit de wetenschap. En toen dacht ik van ja. En ik dacht ja, dat is eigenlijk, weet je, zeker bij bedrijven, maar ook bij jezelf. Op het moment dat je voor jezelf begint met van, ik vind dit belangrijk, ik wil dit uitstralen, dan zul je zien dat je buiten ook gaat winnen. In de zin van dat mensen naar je toe komen, dat je aantrekkelijk wordt voor andere klanten, dat opdrachtgevers het superleuk vinden om bij jou, hè, dat zelfs de postbode altijd blij is van, oh, hier mag ik weer even. Het is altijd leuk hier. Mensen, je wordt hier ontvangen. Dus iedereen voelt zich welkom en iedereen voelt heel erg waar jij mee bezig bent. Dus dat is soms van, ja, weet je, het is ook. En dat het duurt dus ook altijd even. Ik zeg, weet je, zo werken aan aan werkgeluk of met werkgeluk bezig zijn is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met een marathon. Je moet ook echt gaan trainen. Je moet er echt wat voor doen. En dan, je hebt echt wel even lange adem nodig. Het is niet iets wat een soort quick fix waar je even. En des te mooier als je die finish uiteindelijk met je medaille om bereikt. Ja. Ja. Dus daarom zeggen we ook van ja, als je van binnen beginnen om uiteindelijk buiten. En volgens mij heb je dat net op een andere manier ook heel mooi verteld door dat verhaal van de kernwaarden. Ja. Dat het daar ook gewoon eigenlijk bij jezelf ook begint. Ja. En dat dan al die andere dingen van iemand die wel of niet complimentjes geeft, dat het eigenlijk ook niet zo belangrijk meer is. Van, mooi. Nee. Leuk. Wil jij zelf nog iets kwijt over jouw mooie verhaal? Ik kan hier uren over doen. Ja, daarom. Dat weet ik ook. Het is denk ik ook leuk om te vertellen dat jij een podcast hebt, hè? Ja, ik heb zelf ook een podcast. En één keer in de twee weken op donderdag vertel ik iets over. Ik noem het een eye-opener over het creëren van je eigen werkgeluk. Ja, heel leuk. En, er zitten leuke dingen bij. Ja, dus ik probeer daar elke keer. Ik doe geen interviews. Maar het is echt een beetje mijn eigen verdieping. Ik gebruik het ook, zeg maar, in mijn coaching. Dat als ik mensen een soort onderwerp. Denk van, weet je, luister even naar de podcast. Dan vertel ik er nog iets meer over. En dus dat is leuk. Ik krijg ook wel
wel... ik doe het ook niet voor een soort enorm publiek. Nee, maar ik vond ze ook heel leuk. Want je pakt inderdaad steeds een onderwerp. Ja. Dus het is voor mensen heel fijn om te kijken van... nou, waar wil ik nog eens even naar kijken? Ja. En dan doe jij ook vaak wel een... dat vind ik dan ook altijd wel leuk. Vanuit literatuur of vanuit iets doe je vaak wel een haakje erbij. Ja. Waar mensen nog eens iets terug kunnen vinden. Ja, ik probeer het een beetje te onderbouwen. En ik probeer er ook altijd een soort praktische tip bij te geven. Iets waar je echt... Ja. Want dat is ook wel een beetje... Je kan heel veel weten en je kan heel veel lezen en heel veel... Maar uiteindelijk gaat het om doen. Ga er echt mee aan de slag. En probeer dit echt te integreren. Dat vind ik eigenlijk nog wel leuk om als een van de laatste vragen. Van, heb je dan nog tussen die dingen een inzicht waarvan je zegt van nou, weet je, er zijn zoveel goede dingen. Ja. Maar is er eentje die gewoon best wel veel verschil kan maken? Ja, er is eigenlijk één tool der tools. De tool der tools. Daar komt ie. Dat is echt, daar word je natuurlijk ook mee dood gegooid. Ik zie jou ook al met hele mooie boekjes hier liggen. Maar dat is eigenlijk een dankbaarheidsboekje, dagboek bijhouden. Ja, ik heb nu ook sinds vorige week snap ik pas hoe dat zit. Maar ik snap het niet helemaal. Maar ik heb nu begrepen, want ik hoor van heel veel mensen... dat die dankbaarheid opschrijven, dat het zo super belangrijk is... Ja. Maar als je het hebt over energie, schijnt het ook in de hoogste frequentie te zitten. En dat daarmee dus ook... Ja, er zijn bepaalde piramides, ik weet niet precies de bron... maar heeft iemand me vorige week verteld. Heel mooi. Ja. Dat was Astrid Davidson, ook in de podcast geweest. Maar die heeft ook, die vertelde ook dat die dankbaarheid... die zit in die positieve frequenties die je dus kan voelen. Zit dat heel erg hoog. Ja. Dus dat is eigenlijk een hele simpele tool van schrijf het op. En het wordt een soort gewoonte, begrijp ik. En dan... Het is echt Martin Seligman, zeg maar een van de oprichters of uitvinders van de positieve psychologie. Die zegt ook, eigenlijk is dit... Ik doe dit al mijn hele leven. En het is echt zo helpend. En ik moet zeggen dat ik nu ook elke keer denk, oh ja. Maar ik heb nu dus inderdaad het boekje, het 6 minuten dagboek gekocht. Ik denk, nu ga ik ook echt mee aan de slag. En het is als je het een week doet. En is dat dan nog 's ochtends of 's avonds? Ja, dus ik heb 's ochtends dit 6 minuten dagboekje heb je dus inderdaad 's ochtends. Doe je een paar vragen. Mm-hmm. En aan het einde van de dag ga je echt even een beetje van... God, wat heb ik goed gedaan vandaag? Waar ben ik dankbaar voor? Wat waren de leuke dingen die ik heb meegemaakt? En aan het eind van de week krijg je een beetje soort weekvragen... die elke keer verschillend zijn. En als je dit dus een week doet... dan is er dus uit onderzoek blijkt dat bijna nog 6 maanden lang effect heeft. Ja. En het is ook omdat je het opschrijft... gaat dus ook een ander deel van je hersenen gaat werken. Dus daar is het ook nog heel goed voor. En het is ook gewoon leuk om als je het allemaal opschrijft... Heb je eigenlijk, als je terugkijkt, een heel leuk jaar gehad, toch? Even nog terug te kijken en daar misschien een soort rode draad in te zien... van god, dit is dus wat ik heel leuk vind. Dit is dus waar ik heel blij van word. En zoek dat dan dus... op als jij een beetje denkt van ik heb geen en als we het dan meer. Over werkgeluk hebben, probeer dat dan ook in je werk. En je kan jezelf natuurlijk heel erg trainen om het heel, weet je, niet zo van wat vond het leuk vandaag, de zon scheen, tuurlijk, maar wat is dat dan voor jou? Wat maakt dan dat als de zon schijnt, waarom jij daar heel blij van wordt? Of waarom... waar je zelf invloed op kan hebben? Of dat je, ik heb ook ergens gehoord dat het handig is als je net 3 dingen opschrijft... waar je zelf dan ook een rol in hebt gespeeld. Dus bijvoorbeeld de zon schijnt. Dat is dan zo. Maar ik ben met mijn stoel in de zon gaan zitten of zoiets. Ja. Of ik merk dat ik licht... dat ik gewoon dat op het moment dat het licht is... merk ik gewoon dat ik daar blijer van word dan als het donker is. Dus kijk dan van... ik werk eigenlijk 's avonds heel veel. Ja, maar dan word je, dat is dus... ga dan probeer eerder op te staan. Ja. Pak die hele... bij wijze van spreken. Dat hoeft helemaal niet. Dat is ook helemaal niet... maar ik denk dat is echt het gewoon... hetgene wat, wat echt het meeste... effect heeft. Ook omdat je daar dus... en je traint. Hè? Dus het schijnt dat als jij dus een iets negatiefs hebt meegemaakt... dat gaat heel snel in je lange termijn geheugen. Eigenlijk meteen. Zo, doep. En als je iets positiefs meegemaakt hebt... dan moet 10 seconden... moet je daar zeg maar dat positief gevoel vasthouden. Wil het in jouw lange termijn geheugen gaan. Dus dat is ook wat je dus hierdoor traint. Op het moment dat jij dus veel met positieve dingen opschrijft... wat ging leuk, wat heb ik meegemaakt, wat was grappig. Dus dan
train je, zeg maar, om dat positieve geluk, op dat positieve moment vast te houden. En waardoor het wat meer in je systeem gaat. Dus dat is ook weer, ook als ik een workshop geef en ik zie één, zegt iemand van, ik kende alles al. Terwijl 20 mensen hadden gezegd, leuk, enthousiast. Dan die van, ik ken het allemaal al. Ja, die blijft een beetje zo van, oh ja, moeten we toch meer vertellen of nieuwe dingen vertellen of verdiepen. En ik vind, ja, maar die 30, 40 mensen die allemaal zeiden van, leuk, enthousiast, nieuw. Waarom blijft nou die ene... Ja. Maar zo zit je brein gewoon in elkaar. Dus dat is, en dat kan je dus trainen door wel aandacht te hebben voor al die. Ja, mooi. En dan kom je ook weer bij binnen beginnen. Ja, mooi. En waar kunnen mensen jou vinden, Martine? Ik heb een website, ik heb een telefoon, ik heb een... Ja, vertel, waar is je website? De website is simplyhappyatwork.nl. Ik heb inderdaad een podcast die heet Onderweg naar Werkgeluk. Die is op Spotify, Google Podcasts, nou, alle bekende platforms waar we te vinden. En ja, je kan gewoon een mailtje sturen naar info@simplyhappyatwork als je vragen hebt of meer wil weten. Ja. Of, en dan kunnen mensen ook nog... ik heb deze, dat is een leuke 12 stappen... Een mooi e-book. Ja, dat kan je op mijn website. Dat kan je downloaden, op jouw website. Ja. Ik zal het nog even zo laten zien. Ik zal het ook nog even in de dingen bij de podcast vermelden. Ja. Maar dat is gewoon gratis, hele leuke content met onder andere je popcornbeker. Nou, ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het leuke gesprek. Bedanken. Ja. Ik denk dat we allemaal weer iets mee kunnen nemen als we aan het werk gaan. Ik hoop het. Ja. En dat weet ik zeker. En als mensen voor hun bedrijf of voor zichzelf meer willen weten, dan is het heel erg leuk om Martine op te zoeken. Zeker. Hartelijk bedankt, Martine. Dankjewel. Beste luisteraar, leuk dat je weer hebt geluisterd naar deze podcast. En Martine, fijn dat je ons meer hebt geleerd over werkgeluk. En wil je nou nog meer weten over werkgeluk? Ga dan naar de website van Martine, simplyhappyatwork.nl. En als je een podcastliefhebber bent, dan is het leuk om naast deze podcast ook te luisteren naar de podcast van Martine, die heet Onderweg naar Werkgeluk. Nou, ik wens je heel veel plezier toe met je werk, veel zingeving en hoop dat je de volgende keer ook weer naar ons luistert. Fijne dag, tot ziens!